prachtige zonsopkomst. Goedemorgen, beste kijkers. Het is nog vroeg. Damp komt van het water af. Ik zal even naar beneden schijnen. Zo, kijk. Het heeft gevroren vannacht. Nog een paar graden. Zo. Goedemorgen. Hey Max. Hoe is het? Ik ga vandaag vissen op de visplas van Ieder de Punt. Dat is een verenigingswater. Ik heb hier in het verleden veel gevist, dus dat gaan we nu vandaag ook eens even doen. Lang geleden dat ik hier gevist heb. We gaan het zien, ik ga mijn spullen pakken. En dan gaan we vandaag met de method vissen. Ik zie jullie zo. Zo, spulletjes staan. Ik heb de jas er al bij uit, want het zonnetje begint er nou door te komen. Ik ga vandaag vissen met de Poloni groundbait. Een beetje van over, dus die gaan we opmaken. Twee en vier millimeters. Goed te zien is. Dus hoofdzakelijk 2 mm met een paar 4 mm. Goed. Ze bevochtigen. Pak een beetje Poloni glue. Zo. Poloni is een behoorlijk kruidig mengsel van granen. Sterk ruikend is, maar goed dat jullie dit niet kunnen ruiken. Zo. Te nat gemaakt, maar ik moet mijn hengels nog klaarmaken, dus dit gaat nog, laten we hem nog mooi even een poosje staan. Zo, een beetje Super CSL. Dit is de chili one. Zo. Ik ga ook nog een beetje Poloni olie toevoegen. Laten inzogen. Zo. Die daar weer heen. Zo. Voertje is klaar. Althans klaar. Kan drogen. Indrogen. Ik ga nog een goede, hele goede tip weggeven. Ik heb hier een blikje mais. Daar ga ik aan toevoegen een gele kleurstof Pineapple Scopex van Mainline. Super! Geeft de mais een hele mooie gele kleur.
fantastisch product. We gaan het straks zien. Kijk, je kunt de kleur al zien veranderen van de mais. Hartstikke mooi geel. Die gaat straks mooi opvallen op de bodem. We gaan zien. Gaan we nu naar de hengels toe. Gaan we die klaarmaken. Zien jullie zo. Zo, ik ga vandaag vissen met de Horizon X Pro Commercial Bomb. De 3 meter. En de Horizon Commercial 4, de 3 meter. De setup is een 3000 molen. Met daarop 2200ste monofilijn, zinkende lijn. En daarvoor heb ik een fluorocarbon leader geknoopt met daarop een slidertje en het Fox Matrix mechanisme, het verwisselbare systeem. Geweldig. We gaan met de Method Feeder vissen. We gaan boilie vissen met de Poloni. Ik heb wat Poloni boilies, wat dumbbelletjes. Wat wafters en wat toppers. Maar ja, moet eerst nog een rigger knopen, want daar was vraag om. Dus daar gaan we nu naartoe. Zo, we gaan even een rig knopen. Dat doe ik door middel van dit plankje, zoals jullie zien. Heel simpel. Dit stuk bepaal ik de lengte van de hair en op dit stuk de lengte van de onderlijn. Nou, hoe doe ik dat? Nou, de meeste vissers vissen met een pop-up en een zinker. Die kan ik zo neerleggen. Dan kan ik zeggen van oké, ik heb een hair nodig van 2 centimeter. Is genoeg om deze te knopen. Maar wil ik nou met een 18 of met een 15, dan past dat niet. Dus heb ik een hair nodig van 3 centimeter. Maar er zijn ook nog mensen die nog gekker doen, zoals ik. Ik vis zelfs met dit soort knikkers. En dan ben ik een hair nodig van 4 centimeter. Goed. Ik ga vandaag vissen met een dumbbell. Een dumbbell kan ik op 2 manieren vissen. Die kan ik zowel zo erop zetten als zo. En daar komt een pop-upje boven. Dus ik ben een onderlijntje nodig van 3 centimeter. Staat hij mooi. Goed. Dan gaan we die knopen. De lengte zal ik maken. We gaan met de method vissen, dus dat vis ik vrij kort. Ik zal onderlijntje de lengte maken van 10 centimeter. Oké. Heel belangrijk is, pas je haak aan, haakgrootte aan naar het haakaas wat je vist. Ik ga nu vrij groot vissen, dus ik vis het liefst dan met een haak 12 of met een haak 14. We gaan voor de 12. Dit vis je natuurlijk niet met een haakje 12. Dan ga je naar een haak 1 of naar een haak 2. Hetzelfde als je met maden vis, dat vis je niet op een haak 1, maar dan ga je naar een haakje 18 of naar een haakje 20 toe. Zo. Twee richtsknopen, dus 2 haakjes. 1, 2. Ik zit een beetje ongemakkelijk. Maar... Zo, de haak zet ik er alvast op.
Zo. Oké. Vroeger toen ik begon met karpervissen, met boilies, toen hadden we al deze luxe niet. Ik heb hier 2 maten stoppertjes bij me. Ik gebruik de kleine stoppers hoofdzakelijk voor het boilie vissen. En de lange stoppers voor als ik vis met zacht aas. Dus als ik vis met poppenbrood of mais, luncheon meat, dan gebruik ik liever een grotere stopper. Die heb ik eventjes ietsje meer houvast. Maar we gaan boilie vissen, dus de kleine stopper zal voldoen. Zo. Oké, als je een lusje kunt knopen, kun je een rig maken. Dus ik zal even een lus maken. Zo, lus door zichzelf heen. Een handig tooltje is de loop tier van Simo. Even als het goed is, heeft Sensas dit in het programma zitten. Heel simpel, ik heb dit dingetje al 30 jaar in mijn kist liggen. Kleine lusjes, grote lusjes. Goed, hij heeft een lange en een korte uiteinde. Het lange uiteinde gaat in de grote lus en de kleine natuurlijk helemaal mis. Zo. Dus. Looptaaien. Nou, ik zorg dat het stoppertje ertussenin zit. En dan is het niks anders als en ik heb een heel mooi klein lusje met een stoppertje. Knip hem niet te kort af, hè, want dit stukje verdwijnt in de boilie. Ik weer naar het stoppertje toe. En dan leg ik het lusje erom. En ik trek de haak. Zo. Probeer dit maar eens, jongens, omgekeerd te werken. Om jullie dit te laten zien. Oké, ik heb nou de lengte van mijn hair. Een stukje lijn afknippen. Zo. En dan gaan we de knotless knot maken, gewoon. Dus 1. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. En dan ga ik nog 1, 2, 3, 4 keer terug. En dan gaat hij weer door het oogje. Nou. Simpeler kan het niet wezen. Nou, voor het afstemmen van de
precies hetzelfde. Je haalt hem eromheen. Twee keer door zichzelf heen. Nou, dan komt de looptaaier weer. Grote lus. Kleine lus. En je trekt hem aan. Hop. Normaal gesproken doe ik dit natuurlijk thuis. Daar heb ik alle tijd ervoor. En na 5 nekhernia operaties heb ik dus totaal geen gevoel meer in mijn vingers. Dus dit is heel lastig om dit te doen, zo aan de waterkant. Maar met deze rig gaan we dus vissen. Ik zal laten zien dat het ijs erop past. Met mijn naapje erbij. Die gaat erop. Die gaat erop. Zo gaan we vissen. Zo komt dit te staan. Ik zal het plankje even omdraaien voor de volgende richting. Ik zal het nog een keer doen. Alleen nu even omgekeerd. Zo. Haak erop. Stoppertje. Neem voldoende lijn. Zo. Stoppertje ertussen. Mooi klein lusje. Hoppa. Knippen. Ik zal een andere rig ietsje korter maken. Die ga ik op 2 centimeter zetten. Lijn afknippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan nog 1, 2, 3, 4 keer terug. Weer door het oogje heen. En ik heb mijn Nautilus Knots. Zet de haak weer vast. Twee keer. En ik heb richtnummer 2.
Zo knoop ik dus mijn onderlijnen. Nou, wil ik mijn onderlijnen langer hebben, wil ik een onderlijn van 20 centimeter knopen, zet ik dat pennetje hier. Heel simpel. Iedereen kan dit. Kan je zelf maken. Een handig toeltje. En een tip van mij. We gaan vissen, jongens. Ik heb zin om de hengels in het water te gooien, althans. Een poging te doen. We gaan kijken of we hier vandaag een leuk visje kunnen vangen op Ide. Spulletjes weer op berg. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben aan de tips. Ik hoor het wel. Zo, intussen is mijn voertje mooi ingedroogd, zoals jullie zien. Hup, op de zeef. Een keer knijpen en ik heb al een mooi stevig voertje. Ook de micro's en de 4 mm hebben dus. Even verder inzoeken, maar dat gebeurt tijdens de loop van de dag wel. En dan hou ik nog één bakje over. Dan kan ik ze inmengen. Die kan daarheen. Een beetje meer ruimte hier. En ik heb wat geprepareerde pelletjes bij me. Allerlei maatjes zitten hierin. 4, 6, 8 en 11. Die heb ik eerst gezookt in de olie. Een beetje stickmix eroverheen. En daarna in de Poloni groundbait. Zo, de method zit erop. Ik ga beginnen met de kleine method. De rig die we net geknoopt hebben erop. Zo. Zo, we gaan hem voertje eronder in leggen. Hup. Zo, de hengel ligt erin, kopje koffie erbij.
stammetje komt er nou lekker door. Ik zit wel op de wind. Nou ja, je zult het vandaag zien. Zo, het is nog steeds rustig met de vis, dus dat geeft mij de kans om nog een richt te knopen. Dus, we gaan nu een richt knopen met een bentje. We hebben twee maten. Ik heb hele kleine bentjes. Nog ietsje groter. Hangt er vanaf wat voor aas je gaat vissen, uiteraard. Zo, gaan we een bentje uithalen. Oké, richt met een beentje. Ik zet mijn beentje. De lijn gaat erdoor. Ik maak een grote lus. Zo, een haakje terug. Ik hoop dat het zo goed te zien is. Pak het vast. Een stukje afknippen. Ik zit onder de rook van Airport Geëelde, dit horen jullie zeker. Vliegt hier regelmatig een vliegtuigje over. Goed. Dan gaan we direct beginnen aan een Nautilus Nos. Terug. Zo. Nou. Het is druk op Airport Eelde. Oké, ik heb nou een veel te grote lus natuurlijk. Ja, maar ik heb hem ook verder niet vastgeknoopt. Het einde even pakken. Ik ga nu het trek ik heel zachtjes aan en dan ga ik kijken van oké, waar wil ik mijn beentje hebben? Nou, ik wil mijn beentje nog ietsje dichterbij hebben. Dus zo komt hij al aardig goed. Oké, knip ik af, zet mijn haak daar weer achter, hop. Dan gaan we weer een mooi lusje maken, twee keer erdoor. Doektuigen erbij. Zo. Doektuigen er weer bij. We gaan grote lus. En ik trek. Zo. Eraf gelaten glijden. En ik heb een richt met een beentje. Het is zo simpel, mensen. Nou, ik ben niet zo handig met mijn vingers. Dus ik heb allerlei tooltjes, zoals dit. Ik kan nu gewoon zeggen van, hup. En ik zet er een boilie tussen. Ik zal er eentje erbij pakken. Mooie
kraften. Een drumbelletje. En zo vis ik met een beentje. Oké, die gaan we zo inzetten. Dus kleine beentjes voor kleine aas. Ietsje grotere beentjes voor grotere aas. Ik zal in de komende films laten zien wat je nog allemaal meer met een beentje kunt doen. Want ja, het is fantastisch. Het is heel mooi om een maiskorrel op te bevestigen. Of pellets. Maar dat zullen we later doen. Dat zit erin. Oké, dat was het verhaal van de Herrix. Eigenlijk is het heel simpel. Hou het ook simpel. Want de simpeler is, vangen het best. Zo. We gaan met het feeder even weer laden. Zoals jullie zien heb ik een voertje verdeeld in drie delen. Hier heb ik een mixje van grondvoer, pellets. Nou, daar heb ik nog wat andere pellets bij in gedaan. We kunnen de method op vele manieren vormen, zeg maar. Ik maak nou gebruik van de kleine. Dan leg ik een harde kern. En dan pak ik een ietsje groter model. Wat gebeurt er nou? De pelletjes vallen als eerste eraf. En dan blijft als goed is mijn haagaasje over. Met nog een klein bultje. Lekkers. Dit is een manier. Je kunt het op vele manieren doen. Je kunt er elke laag bijna je haakaas verstoppen in de method. Dat maakt het ook zo mooi. Yes, Maxi!
brazen. Op de method. Dit is de Max. Komt de visje aan. Yo, Maxi! Kijk eens wat een mooie dame. Oh, hij is ook al ontwaakt, zoals jullie zien. Vette dame. Vrij laten. Ja, Maxi. Ja, Maxi. Wie is dat? Is er een visje? Is er een visje? Is er een visje net?